Die maanden na die avondklokkenrellen waar Jelle ook al op wees, is het daar dus nu weer flink uit de hand gelopen. En weer betrof het een demonstratie in eerste instantie tegen de coronamaatregelen. De politie heeft hard moeten ingrijpen. Burgemeester Abu Talib heeft een grootschalige opsporing aangekondigd om te achterhalen wie er allemaal verantwoordelijk zijn voor dit extreme geweld gisteravond en afgelopen nacht in Rotterdam. Ik ga het er ook over hebben met de loco-burgemeester van Rotterdam, Vincent Karremans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoorde van een verslaggever ter plekke dat ze zag dat in eerste instantie gewoon agenten in vredestenue, zoals het zei, daar stonden. Het is inderdaad nu onderkend dat het is onderschat gisteravond. Nou, kijk, we gaan het natuurlijk allemaal nog goed analyseren. Daar gebruiken we de komende dagen en weken voor om goed te kijken wat er gebeurd is. Kijk, wat het geval was, is dat wij, zowel de burgemeester als ik, een bericht kregen gisteravond dat rond een uurtje of 8 er ongeveer 100 mensen op de Coolsingel waren. En dat het was een spontane demonstratie, was ook niet aangemeld. En dat het zou gaan om een demonstratie tegen covid-maatregelen en het vuurwerkverbod. Maar de politie had toen al heel snel door dat het eigenlijk daar niet zoveel mee te maken had. En dat het vooral mensen waren die niet uit waren om te demonstreren, maar vooral om te rellen. En toen is er ook gelijk opgeschaald. En daar ben ik toen ook van, laten we zeggen, van minuut tot minuut van op de hoogte gehouden. Dus zo snel als mogelijk was, is daar gelijk op gehandeld. Alleen er moesten natuurlijk ook, dat heeft de burgemeester ook gezegd, politiemensen uit andere steden komen. Omdat het op een gegeven moment zo snel ging en te maken kregen met zo ontzettend veel geweld. Wat we eigenlijk niet heel vaak eerder hebben meegemaakt. Nee, we laten even ook de luisteraars luisteren naar de Rotterdamse burgemeester Abu Talib, die daar al eerder iets over gezegd heeft. De driehoek was afgelopen dagen op de hoogte via inlichtingensystemen dat we te verwachten hadden een groep van enige tientallen mensen op de Coolsingel die een statement wilden komen maken tegen het coronabeleid. De afspraak was dat we daar de ruimte voor zouden bieden, ook al was dat niet een formeel aangemelde demonstratie. Mensen de ruimte bieden om stoom af te blazen, leuzen te spreken. We verwachten ook iets van vuurwerk, maar we waren ook niet van plan om daar tegen op te treden, omdat dat anders op 's avonds wat ingewikkelde bezigheid zou zijn. Dus we waren voorbereid om daar ruimte voor te bieden. En de politie had enige tientallen agenten ook achter de hand om dat in vredestenue te begeleiden, om daar die uitdien mogelijk te maken. Helaas moest de politie vrij snel de conclusie trekken dat nogal wat van mensen die daar stonden niets vredigs meebrachten, maar erop uit waren om te rellen, de politie uit te dagen, publieke eigendommen te vernielen, brommers in brand te steken, barricades op te werpen. Ja, Vincent Karremans, de loco-burgemeester. Ja, van minuut tot minuut bleef u op de hoogte. Wat gebeurde er met u toen u zag hoe dit zich ontwikkelde gisteravond en vannacht? Nou, eigenlijk voor mij is die reactie hetzelfde als die van heel veel Rotterdammers. Het is natuurlijk weerzinwekkend om te zien wat daar gebeurt. Heel veel mensen beschrijven het heel goed en zeggen van nou, mijn Rotterdamse hart huilt. Mensen zijn boos en verdrietig. Dat is natuurlijk de reactie die heel veel Rotterdammers hebben. En ik zelf ook. Wat ik wel echt heel mooi vond, is ook gelijk weer de mensen van Stadsbeheer van Rotterdam, die gelijk die puinhoop weer hebben opgeruimd. Dus rond middernacht was het wel weer onder controle, die rellen. En toen zijn we gelijk begonnen met het opruimen van de stad. En ook daar hebben mensen dag en nacht zo'n 40 man van Stadsbeheer aan gewerkt. Omdat we het ook niet die relschoppers gunnen dat het resultaat van hun misdadige gedrag langer dan een paar uur zichtbaar is in de stad. Dus weet je, dat is ook weer het mooie aan Rotterdam. Het is handen uit de mouwen en we pakken de draad weer op. Maar de afschuw is natuurlijk duidelijk en die heb ik zelf ook. Dan kun je zeggen, nou, dit is een incident, want er gebeurt wel vaker wat. En inderdaad, je hebt Feyenoord en vuurwerk werd de afgelopen week verboden. Dus er waren misschien wel mensen die toch al boos waren en dachten, zo, we gaan ons afreageren. Maar het is Jan Struijs, de voorzitter van de Nederlandse Politiebond, die zegt, ja, geweld heeft zich genesteld in onze democratie. Dat was zijn conclusie. Is, ja, een hele donkere conclusie. Deelt u die conclusie?
Nou, kijk, wat we natuurlijk wel zien is dat we hebben dat in Rotterdam. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook veel Rotterdammers dat zo ervaren. Is dat we hebben nog geen 10 maanden geleden die avondklokrellen gehad op de Beierlandse Laan of rond de Beierlandse Laan op Rotterdam-Zuid. We zien, je ziet dit natuurlijk ook weer op social media en op tv voorbij komen. Dat je dan voorstelt van ja, jongens, wat is dit in godsnaam? Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar nogmaals, we gaan om nu gelijk vergelijkingen te gaan trekken, dat is wat lastig. Want we zijn nu, en dat heeft de burgemeester ook goed gezegd. Echt, alle inzet is er nu op gericht om die mensen op te pakken, mensen op te sporen. Dus we roepen ook mensen op, heeft het OM ook gisteren gedaan, om eventuele beelden, als je bent geweest, op je smartphone die je bijvoorbeeld hebt gemaakt, om die te delen met het OM. Omdat het nu ontzettend belangrijk is om die relschoppers, die dit misdadige gedrag hebben gepleegd in het centrum van Rotterdam, om die op te sporen en aan te pakken. Ja, we hebben ook contact met Wiert de Duk. Hij is telegraafjournalist en iemand die als verslaggever ook heel veel praat met mensen op zijn straat en de stemming peilt. Wiert, goedemiddag. Margreet, hallo. Dacht jij, nou, dit blijft een vredige demonstratie? Als dat gisteravond zag jij dat gebeuren? En was er bij jou van tevoren wel de gedachte, dit kon wel eens uit de hand lopen? Nou, ik heb al enige tijd de indruk dat het heel erg broeit in de Nederlandse samenleving. Kijk, dat het zo uit de hand zou lopen als gisteren met die rellen. Hè, dit is gewoon puur reltuig dat daar de stad aan het verbouwen was. Hè, dat zie je natuurlijk niet aankomen. Los daarvan is er heel duidelijk in de Nederlandse samenleving sentiment nu aan het ontstaan, of dat is al ontstaan, van mensen die zeggen tot hier en nu niet verder. En dat heeft te maken met dat plan voor die 2G-samenleving. Daar verzetten ontzettend veel mensen zich tegen. Ook mensen die tot nog toe het kabinetsbeleid tegen heug en meug in, hè, ondanks alle verwarring en paradoxen van het beleid, toch wel steunden. Die zeggen nu ook van ja, dit gaan we niet doen. Dat is dus kennelijk druist dat heel erg in tegen een bepaald deel van de Nederlandse bevolking, misschien wel tegen de volksaard. En sindsdien is er ook een verharding aan het optreden. En nou ja, dat is een heel complex van factoren natuurlijk. Hè. Mensen zijn uitgeput. Nu komt er toch weer een nieuwe coronawinter aan. Dat was hij niet beloofd. Hè. Hugo de Jonge die zei de vaccinaties, dat is de uitweg uit deze crisis. Nou, dat is gebleken dat het niet zo is. Dus het wantrouwen is enorm toegenomen. Mensen zien ook bovendien dat het kabinet Rutte 3... dat het toch heel veel legitimiteit had verloren door allerlei schandalen en dan vooral het toeslagenschandaal, dat het gewoon wordt verder gezet in Rutte 4. En dat bevalt heel veel mensen natuurlijk ook niet. En dan komt het vooruitzicht van die duistere winter, die komt er nog overheen. En dan, ja, mensen zijn gewoon aan het afhaken, ook omdat ze geestelijk uitgeput zijn. En dit geldt vooral voor een heel groot deel van de jongeren natuurlijk, die enorm veel hebben moeten inleveren. Maar ook mensen erboven, ook mensen die gevaccineerd zijn, hè, die zelfs gevaccineerd zijn, zeggen ja, daar hadden we geen probleem mee. Maar die 2G, daar gaan we gewoon niet aan meedoen. En ja, dat is dit had veel beter gecommuniceerd moeten worden. Maar los daarvan, hè, die rellen van gisteren, dat moet heel duidelijk zijn, dat kan natuurlijk helemaal niet. De vraag is ook wat dat nou precies met die coronamaatregelen te maken heeft. Ja, want de vraag is dan nu, is de polarisatie gewoon misbruikt uiteindelijk door relschoppers? Nou, ik denk dat je dit soort relschoppers in zo'n periode als nu, waarin ook door bepaalde politieke partijen, zoals Forum voor Democratie, eigenlijk een soort semi-revolutionaire sfeer wordt gecreëerd. Hè. Als je het hebt over het arresteren van mensen, hè, Kamerlid Gideon van Meijeren doet dat telkens. Die zit telkens te voorspellen dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, dat die gearresteerd zullen worden. Vervolgens wordt in de Tweede Kamer nog eens een keer gezegd dat collega's voor een tribunaal zullen worden geplaatst. Ja, dan creëer je een soort semi-revolutionaire sfeer. Legitimeer daarmee misschien ook wel, hè, het gebruik van geweld. En dat is natuurlijk, dat ken ik niet op deze manier. In al die jaren dat ik nu verslag doe in Nederland, heb ik deze manier van polariseren en opruien en ook de daadwerkelijke polarisatie niet eerder meegemaakt. En dan kun je zeggen, ja, die krakers stelden in de jaren 80 en zo, maar dat was wat anders. Dat was heel specifiek. Dit is een heel diffuus soort ongenoegen dat dan inderdaad bij de harde kern van die mensen doorslaat in dit soort extreem geweld. Ik wil het even voorleggen. Maar het ongenoegen bij is heel breed. Je schetst het heel goed. Ik ga er zo met jou over doorpraten, maar ik wil dit toch nog heel even, want Vincent Karmans heeft dit meegeluisterd, de lokale burgemeester van Rotterdam. Als ik Wiert zo beluister, dan is er wat groters aan de hand dan mensen die zich ontzettend hebben misdragen
zeggen, omdat ze wilden rellen. Denkt u dat er wat meer aan de hand is dan alleen maar rellen om te rellen, als u deze analyse van Wierduk kan volgen? Nou, volgens mij wordt het heel erg gebruikt als excuus om te rellen. Want hier voor het geweld wat gisteren is gebruikt, en wat we gezien hebben ook tegen politieagenten, hè, die dit gewoon allemaal moesten opvangen. Daar is geen legitimatie voor. Datzelfde hebben we gezien toen bij die avondklokrellen in begin van dit jaar. Toen was het, dan zou het zogenaamd geweest zijn omdat mensen het niet eens waren met die avondklokrellen. Dat was volstrekt niet het geval. Dus het is het is lastig om te zeggen waar het nou precies vandaan komt. Maar één ding is duidelijk: van dit heeft niks met een demonstratie te maken. En het valt op geen enkele manier te legitimeren. Ik zie overal allemaal verklaringen voorbij komen van ja, het ligt aan dit. En het ligt aan 2G of het ligt aan dat. Ja, jongens, we hebben gewoon demonstratierecht in Nederland. En je moet ook vreedzaam kunnen demonstreren. En daar wordt alle ruimte voor geboden. Maar dit heeft daar helemaal niks mee te maken. Nee. Maar goed, als het er niks mee te maken heeft, dan is daar nog het verhaal van Wiert dat er toch wat meer dreiging is dan anders. Is dat iets wat ook binnen de gemeente Rotterdam besproken wordt? Ja, uiteraard. En de politie houdt het ook heel scherp in de gaten. Vandaar dat we ook heel snel door hadden gisteren dat het de verkeerde kant op ging. En dat we dat natuurlijk ook wel met bijzondere interesse hebben gevolgd. Dat is uiteindelijk compleet geëscaleerd. Maar we weten dat we met dit soort dat hebben we ook wel gezien. En dat zijn de lessen die we natuurlijk ook getrokken hebben van die avondklokrellen van begin dit jaar. Weten dat dit soort geweld kan plaatsvinden. Dus we zitten daar ook bovenop. En uiteindelijk is er, kijk hoe je het wendt of keert, ook heel kordaat opgetreden gisteren door de burgemeester en door de politie. En er zijn heel snel 8 pelotons ME opgetrommeld, echt in recordtempo. En de Coolsingel is vervolgens volledig schoongeveegd. Ja, dus je kunt wel zeggen, er zijn wat geesten die rijp zijn voor rellen, maar uiteindelijk winnen ze het niet. Ze zijn niet de baas op straat, zegt u. Uiteindelijk, precies. En we zijn ook nog niet klaar, want er zijn nu 51 mensen opgespoord. Maar we hebben ook heel veel camerabeelden. Het centrum van Rotterdam, daar hebben we heel veel goede camera's hangen. En die zijn in staat ook om mensen te... met die beelden kunnen we mensen herkennen en kunnen we die ook opsporen. En dat gaan we ook doen. Dus er zullen de komende dagen waarschijnlijk nog veel meer aanhoudingen volgen. En die mensen zijn nog niet klaar met ons. Nee. Hartelijk dank. Mag ik nog iets zeggen? Ja, je wilt misschien erop reageren. Ja, kijk, ik begrijp heel goed wat Vincent Karremans zegt. Maar hij gaat voorbij aan één ding. Dat is namelijk dat die mensen die in de hoek zitten van de ongevaccineerde mensen die protesteren tegen de coronamaatregelen en zo, de afgelopen maanden bij demonstraties hebben die vaak te maken gehad met politie tegenover zich die behoorlijk hard heeft ingegrepen. Hè. In het kader van de openbare orde is dat begrijpelijk. Alleen bij deze mensen nu, en daar probeer ik op te wijzen, ook bij deze mensen nu is... ontstaat sympathie voor dit type rellen. En dat is het heftige hieraan. En ook het nieuwe en het ook wel enorme eigenlijk. Dat dit sentiment aan het ontstaan is in de samenleving. En de politiek zou zich daar veel meer van op de hoogte moeten stellen. En ook zich veel meer daarvan bewust moeten zijn. Omdat je anders een situatie krijgt die uit de hand dreigt te lopen. Volgens mij is het juist gisteren uit de hand gelopen. En ik denk dat de burgemeester dat ook goed heeft verwoord. Die heeft ook gezegd van de politie stond er in vredestenu. Dat betekent gewoon in normaal uniform. Dat betekent dus niet met een schild of met een wapenstok. Omdat dat ook geweld kan uitlokken en escalerend kan werken. Dus het is ook juist begonnen op een hele vreedzame manier vanuit, laten we zeggen, de politie. Alleen uiteindelijk zijn de intenties toch heel anders van die mensen. En is de intentie vanaf het begin niet om vreedzaam te demonstreren, waar alle ruimte voor is en waar de politie ook gewoon capaciteit voor wil inzetten om dat te faciliteren. Maar is de bedoeling gewoon geweest om de stad kort en klein te slaan? Kijk, ik zou niet weten hoe je daar anders mee zou om moeten gaan dan gewoon hard optreden. Nee, natuurlijk moet je op deze manier optreden. Dat ben ik ook helemaal met je eens. Dat heb ik ook gezegd. Hè. Het ging om reltuig. Alleen wat opiniemakers, politici moeten beseffen is dat er een bepaald sentiment in de samenleving ontstaat waarin zelf sympathie voor dit soort rellen kan ontstaan. En dat is het nieuwe in mijn ogen. En bovendien aangewakkerd ook nog eens. Wat heb jij dan anders dan bij andere rellen? Ik bedoel, ik hoor letterlijk weer zin tegen wat er in Rotterdam gebeurde. Maar heb jij dan zoveel sympathisanten. Margreet, als in het
als in de kern van de Tweede Kamer wordt gedreigd met tribunalen, als bij bijeenkomsten van Forum voor Democratie wordt gezegd, we gaan jullie arresteren, en dat wordt dan gezegd over de leiders van dit land, dan creëer je natuurlijk een sfeer waarin die mensen zeggen, kijk eens, kennelijk is dit type geweld acceptabel. Hè? Er was bij een van die bijeenkomsten van Forum voor Democratie, feliciteerde iemand op het podium, Thierry Baudet, ermee dat men erin aan de slag is om de democratie dat te ondermijnen. Dat fragment, dat hebben wij opgezocht, want dat vonden wij hier ook heel opmerkelijk. Laten we daar even naar luisteren. We hebben een fragment waarbij Thierry Baudet bij zijn vrijheidskaravaan, zo noemt hij dat, mensen toespreekt die net als hij tegen vaccineren zijn. En hij appelleert aan het incident in de Tweede Kamer met Pepijn van Houwelingen tegen D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. Het punt van het tribunaal vind ik steengoed van Pepijn. Want wij moeten wel ook vasthouden aan de overtuiging dat dit een keer gaat vallen. Dit gaat een keer klappen. En dan zullen al die dingen die nu gebeuren, dat zullen de textbook cases worden van de nieuwe, dat wil zeggen de oude wereld die wij dan weer gaan herstellen. Maar we hebben al geschiedenis geschreven. Het ondermijnen van de democratie, we waren erbij, hè. Ja, hier wordt gejuicht na de woorden ondermijning van de democratie. Ja, misschien moeten we het niet eens serieus nemen. Dat is natuurlijk ook een optie, hè? Ik zou het maar wel serieus nemen, want deze beweging heeft enorm veel aanhang. En door de polarisatie in de samenleving en doordat die polarisatie toeneemt, neemt natuurlijk ook het aantal mensen dat sympathiseert met die beweging toe. Dus ik zou het zeer serieus nemen. Goed, ik wil daar nog wel even over verder praten. Meneer Karremans, is dit iets waar u ook over door wilt praten met Wierduk? Nou, kijk. Of is het een lastig thema voor politici? Ik ben, zoals de heer Duk weet, niet lid van Forum. Ik zit bij een andere partij. En dat heeft ook een reden. Kijk, en wat daar gebeurt. Kijk, ik schrijf de spreekteksten van Thierry Baudet niet. Maar wij krijgen inderdaad wel als bestuurders van in dit geval Rotterdam te maken met dit soort zaken. Kijk, ik vind het wat lastig te zeggen dat daar een 1-op-1 relatie is. Want dat zijn nog allemaal dingen die onderdeel zijn van de analyse. En wat we maar echt moeten bezien. Kijk, wat wel duidelijk is, is dan, ja, kijk, wie het zegt dat op zich prima, is van, er zit frustratie in de samenleving, dat snap ik. Alleen geen enkele mate van frustratie valt te vergoeilijken met dit soort geweld. Kijk, en dat zijn we volgens mij ook met elkaar eens. Ik vind het prima dat mensen anders denken en dat ze bezwaren hebben met bepaalde maatregelen die de regering wel of niet wil nemen. Dat is van alle tijden. En daar is ook in de democratische rechtsstaat alle ruimte voor. Maar niet voor dit soort gedrag. En ik vraag me nou echt af of de mensen die hier gisteravond in Rotterdam bezig waren, of ze nou echt een punt wilden maken tegen 2G of tegen het vuurwerkverbod, of dat ze gewoon uit waren om te rellen. Kijk, het lijkt er allemaal op te wijzen dat het laatste het geval is. Maar nogmaals, we gaan het allemaal goed onderzoeken. En allereerste prioriteit is nu die mensen opsporen. We hebben heel veel camerabeelden. Ik heb het net al even gezegd, als er nog meer camerabeelden zijn op smartphones of iets dergelijks, dan hebben we ze graag. Want uiteindelijk is de eerste focus nu die mensen opsporen en voor de rechter brengen. Ja, en dan ook misschien meer te weten komen of dit inderdaad gewoon railschoppers waren die aan het rellen waren en meer niet. Want we zien wel dat er reacties komen, allemaal veronderstellingen die we gewoon helemaal nog niet kunnen weten. Bijvoorbeeld ook gisteren bij Op1 Gommers, die reageerde ook met angst. Hè, de baas van de IC's die zei, dit is geweld, straks gaat het zich keren tegen ziekenhuispersoneel als het straks code zwart is en mensen niet meer geholpen kunnen worden, Wiert. Dat is natuurlijk ook een angst, dat mensen zo boos zijn en zo onredelijk dat het zich keert tegen mensen die hier ook niks tegen kunnen doen. Ja, nou, ik kan die angst van Diederik Gommers wel begrijpen. Ik heb ook wel contact in die medische wereld en ik hoor die verhalen ook. En het past allemaal binnen het beeld van een samenleving die toch enigszins op drift is geraakt. Waarbinnen individuele mensen aan het ontsporen zijn. En dan in het meest extreme geval die railschoppers van gisteravond. Maar daaronder zit ook een laag van mensen die, wat ik zei ook, niet alleen uitgeput zijn ook door die coronapandemie, maar
kort lontje hebben gekregen ook. En ik kan me heel goed voorstellen dat in die zorg, op het moment dat code zwart intreedt en je dat soort enorm rigoureuze beslissingen moet nemen, existentiële keuzes moet maken, dat je dan te maken krijgt met mensen die heel erg overspannen zullen reageren. Dus ik begrijp heel goed dat Gombers daar bang voor is. Maar wel heel fijn dat er uiteindelijk heel hard is ingegrepen en dat de rust waarschijnlijk ook wel heel snel weer is teruggekeerd. En dat is er op dit moment toch ook, hè, Vincent Karmans. Laten we dat even onderstrepen. Dat het toch heel zeker duidelijk is gemaakt dat wie hier de baas is op straat. Nou, zo is het. En uiteindelijk ben ik ook van overtuigd dat we nog een heel veel mensen kunnen oppakken die dit hier verantwoordelijk voor zijn. Ik moet wel nog, en dat wil ik nog wel even onderstrepen, echt groot respect voor alle politiemensen die gisteravond op de been waren. Die zijn opgetrommeld ook van het hele land om Rotterdam te helpen. Daar zijn we erg blij mee. En die hebben ook te maken gehad met enorm veel geweld. Je moet er maar staan voor de samenleving om dat de kop in te drukken. Maar uiteindelijk is dat wel gelukt. En daar kunnen we ook wel, wel trots op zijn, vind ik. Zeker. Hartelijk dank. Ook Telegraaf-verslaggever Wiert Duk en de loco-burgemeester van Rotterdam, Vincent Karmans. Ik hoor volgens mij het geluid uit Eindhoven. NOS-verslaggever Mark Kloostra wil vast de eredivisie.